It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. Het was een bewogen eerste seizoenshelft voor FC Groningen. De club staat 15e op de ranglijst in de Eredivisie. Er werd een trainer aangesteld en die werd na 5 maanden alweer ontslagen. En ook buiten de lijnen voerden allerlei randzaken de boventoon. Tijd om vlak voor de jaarwisseling terug te blikken met algemeen directeur Wouter Gudde. Goedemiddag, Wouter Gudde. Goedemiddag, Wesley. Hier in het mooie Euroborg, onder de Koeman-tribune. Dank dat we hier langs mochten komen, bij jou. Zullen we elkaar tutoyeren? Ja, heel graag. Heel graag, nee, dat vind ik ook altijd. De feestdagen komen eraan, de jaarwisseling komt eraan. 2023 wordt het bijna. Wat betekent die tijd voor jou eigenlijk? Voor mij persoonlijk is het normaal gesproken de enige periode waarin het wat rustiger is. En waarin ik normaal gesproken op vakantie ga. Ik ga dit jaar ook op vakantie, alleen het is natuurlijk aan de voetbalkant een wat andere voorbereiding dan normaal door het WK in Qatar. Maar normaal gesproken is dit vanaf 23 december tot en met 2-3 januari wel de tijd dat alles, vind ik, in voetballen Nederland, maar vaak ook in ondernemend Nederland, stilvalt. En dus even een pauze en tijd voor leuke dingen en voor familie. Ja, want dat ga jij doen. Tijd maken voor familie. Je gaat op vakantie. Ja. Hoe belangrijk is dat gezin voor je? Ja, dat is redelijk essentieel. Allereerst omdat mijn vrouw en ik zijn al heel lang samen. Wij zijn los van dat we getrouwd zijn ook echt partners en maatjes. Maar we hebben daarnaast 3 kinderen. En ik heb een beroep wat nou niet altijd bijdraagt aan een goed gevoel om het gezin. Want ik ben niet altijd thuis, ik ben niet altijd overal bij. Dus het feit dat je nu 2 weken met elkaar met z'n 5 weg kan, dat is voor mij wel een van de meest waardevolle momenten in het seizoen. Je zou dus eigenlijk meer tijd willen voor je gezin. Dat zou ja, misschien eerlijk. Worden, ja. Ik kan ook zelf meer tijd creëren. Hè, want wat ook bij deze baan vaak wel komt, of bij mijn persoonlijkheid, ik weet niet waar het aan ligt, is dat je af en toe wel thuis bent, maar dat je er geestelijk niet helemaal bij bent. Hè, dus echt momenten keren dat je bewust dingen meemaakt, dat kan ik zelf ook wel beter doen. Maar 1-2 weekjes extra per jaar, dat zou geen kwaad kunnen, nee. Je bent algemeen directeur van FC Groningen. Hoe is dat eigenlijk om directeur van deze club te zijn? Ja, ik vind dat een fantastische baan. Algemeen directeur betekent voor mij dat je over het algemeen de begeleid gaat, dus alles. En dat je heel erg bezig kan zijn met beleid maken, met strategie. Maar dat je ook alles ziet van de club. Dus niet alleen het voetbal, maar ook alles wat we er omheen allemaal doen. Ja, dat spreekt mij enorm aan. Ja, daarnaast werk ik nu 3,5 seizoen. Dus ik denk dat ik ook wel een redelijk beeld heb. Ja, en ik vind het ook een fantastische club. Een club die leeft. Enorm leeft in goede tijden en in minder goede tijden. Maar ook wel echt een club die, vind ik, bij mij past. Ik hou heel erg van het volkse, van het rauwe dat hier alles aanwezig is. Maar ik hou ook wel van uiteindelijk het gemoedelijke en het familiaire wat deze club ook absoluut heeft. Ik voel me eigenlijk, los van dat we nu in een wat mindere periode zitten, voel ik me eigenlijk hartstikke fijn bij deze club. Oké. 3,5 jaar zeg je, ben je hier. Ja. Wat is nou een van de dingen waarvan jij zegt, die heb ik kunnen verbeteren en daar ben ik trots op? Oeh, je gaat echt moeilijke vragen stellen. Dat is altijd wel wat lastig om van jezelf te zeggen. Kijk, waar ik blij mee ben, is dat we een bepaalde richting met z'n allen hebben gekozen. We hebben de club opnieuw gepositioneerd en we proberen daarin een aantal doelstellingen te halen. Nou, sommige zijn op dit moment misschien wat verder weg dan je denkt. Maar doordat we met z'n allen dat gevoel hebben gekeerd, hebben we wel al wat prestaties neergezet. Ja, ik denk voor de buitenwacht is uiteindelijk met name de financiële huishouding van de club en de stappen die we daarin vooruit hebben gemaakt. Niet alleen in het eigen vermogen door de transfers, maar ook met name in de exploitatie wat we jaarlijks uitgeven. Dat we meer sponsors erbij hebben, meer seizoenkaarten, meer geld verdienen daarin om uiteindelijk een gezonder en betere club te worden om je sportieve ambities te halen. Ja, dat is op dit moment wel het beste. Alleen, ja, ik krijg zo'n vraag het liefst op het moment dat we na 9 of 10 of 11 jaar misschien een keer klaar zijn. En dat je dan zegt waar we op terugkijken. Want ja, we hebben ook gewoon nog heel veel dingen met z'n allen te doen. En er moeten ook echt nog heel veel dingen beter. Je zou bijna zeggen, je weet wat ik ga vragen, maar wat moet er beter?
Nou, op dit moment is er één ding duidelijk dat beter moet. En dat zijn de prestaties van het eerste elftal. Los van de plek op de ranglijst die gewoon slecht is. Is ook het vertonen spel in de eerste seizoen zelf. En als je de 7 wedstrijden daarvoor ook nog wil meerekenen. Al langere tijd onder de maat. En daarbij komt ook een hoop onrust. Dus de belangrijkste taak voor de aankomende maand. Want op dit moment vind ik dat wij niet verder hoeven te kijken. Is dat wij rust moeten krijgen. Dat er een team moet staan dat vecht voor elke meter. En dat wij resultaten gaan boeken in de maand januari. Omdat uiteindelijk wij zijn een voetbalclub. Dus je kan alles nog zo perfect geregeld hebben. Kijk om je heen. En we gaan een hele mooie kerstmarkt organiseren voor onze supporters. Dat moeten we ook altijd blijven doen. Maar uiteindelijk bestaan wij wel om gewoon op zondagmiddag 3 punten te halen en mensen een mooie middag te geven. En dat is op dit moment al een langere tijd niet goed genoeg. Nee, je zegt het al, slechte resultaten, ontevreden supporters, zomaar een mediarel in november. Stof heeft op doen waaien. Ja. Ontslagen coach. Ja. Ja, hoeveel grijze haren heb je erbij gekregen de afgelopen half jaar? Dat was niet de leukste periode. Maar ik vind ook, daar moeten we geen medelijden hebben. Want we hebben ook een hoop dingen zelf veroorzaakt. Dat is ook hetgeen wat we uiteindelijk na het ontslag van Frank hebben geprobeerd te communiceren. Ja, uiteindelijk is dat gewoon geen goede match geweest. Uiteindelijk met de club en met degene waar we naartoe willen. En daar heeft iedereen alles aan gedaan. Maar zijn we gewoon tot de conclusie gekomen dat het niet heeft gewerkt. Het feit dat wij in de media er zo uitkomen, zijn ook dingen die wij zelf hebben veroorzaakt. Dus wij moeten hierin vooral naar jezelf kijken. Blijft geen leuke periode om mee te maken, maar daarom ook het antwoord op je vorige vraag. Ja, wij zullen nu moeten zorgen dat de rust hier terugkomt, dat we een eenheid uitstralen, met name in team en staf. En dat we gaan presteren, want dat is de enige manier om uiteindelijk weer de positiviteit erin te krijgen. Ik zie een 15e plek, 14 gespeeld, 3 wedstrijden gewonnen, 3 gelijk en 8 verloren. Nou ja, je hebt het zelf natuurlijk al een aantal keer gezegd nu. Ja, dat zijn hele beroerde resultaten. Daar zullen jullie niet trots op zijn. Ik wil even naar die wedstrijd van tegen Fortuna Sittard. Ja. De laatste wedstrijd voor de winterstop. Dan sta je daar met supporters om je heen. Die ontevreden zijn, die komen verhaal halen. En jij geeft dan aan dat je je schaamt. Ja. Waar schaam je je precies voor? Ja, ik schaam me uiteindelijk voor 1 de plek op de ranglijst. Omdat ik denk dat een club als Groningen altijd hoger moet staan dan de 15e plaats. Maar ik schaam me nog meer voor de manier waarop wij uiteindelijk daar zijn gekomen. Omdat er van de 14 wedstrijden, ik denk gewoon minimaal de helft zwaar onder niveau zijn geweest. En het schaamtegevoel komt dan vooral dat er zaten bijna 21.000 mensen binnen tegen Fortuna. Ja, dat is voor onze club echt een prestatie, hè? Want men denkt en dacht hier in ieder geval heel erg nog steeds dat alles echt afhing van de prestaties op het veld. Maar we doen inmiddels als organisatie best wel veel dingen goed, dat ook het stadion voller komt te zitten. Ja, dat je dan dit op de mat legt en dat we uiteindelijk de winterstop ingaan met de 15e plek, terwijl je onvoorwaardelijke steun krijgt van een hele grote groep mensen thuis en uit. Ja, dat is wel iets, vind ik, om je voor te schamen. Jij geeft ook aan, dat gaf je al aan, een aantal dingen hebben we zelf veroorzaakt. Je schaamt je. Verwijt je jezelf dan ook iets? Ja, natuurlijk. Ik ben eindverantwoordelijk. Uiteindelijk is het mijn verantwoordelijkheid uiteindelijk dat de club in zijn totaliteit presteert. Dus niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. En ik ben niet ik ben een enorme perfectionist, maar ik ben niet naïef. Als je 10 jaar bij een voetbalclub werkt en je hebt het gevoel dat je 10 jaar alleen maar een stijgende lijn te pakken hebt, ja, dat gaat niet lukken. Dat gaat geen enkele voetbalclub lukken. Dus ja, de weg vaak naar succes of naar de plek waar je naartoe wil, die zit met pieken en dalen. Die gaat op deze manier en je hoopt uiteindelijk dat die omhoog gaat. Maar op dit moment moeten we gewoon concluderen dat wij een aantal dingen in de afgelopen periode niet goed genoeg hebben gedaan. Want je staat niet voor niks op de 15e plek, niet voor niks geven de statistieken en de data aan dat je daar ook terecht staat. Niet dat we pech of ongeluk of wat dan ook hebben gehad. Wij moeten zelf dingen beter doen. Aan de ene kant is het ook fijn dat je dat weet, want dan kan je het ook zelf beter gaan doen. Alleen dat moet wel gaan gebeuren. Ik wil even naar die mediarel, want het is een onderwerp waarvan je zou zeggen, het is misschien ook al afgesloten, maar toch wil ik er nog even op terugkomen. Want het begint allemaal eigenlijk bij een voetballer, Paulus Abraham. Die komt slecht in het nieuws. Mm. Er wordt jullie gevraagd om te reageren op een wederhoorverzoek. Mm. Vervolgens gebeurt dat niet. Mm. Jullie reageren daar niet op. Tenminste, we zien dat niet in de media terugkomen.
En vervolgens horen we boycott, statement, hoe je het ook wil noemen. Laten we het statement noemen. We willen de spelersgroep maken. We gaan niet met RTV Noord meer spreken. En dan vervolgens reageer je op dinsdag zelf. Bij het Dagblad van het Noorden, dacht ik. Heb je nog overwogen om die reactie van dinsdag, gewoon in die week dat het bericht over Abraham naar buiten kwam, te geven? Nou, even, ik ben normaal echt een heel open boek. Alleen ik denk dat hoe de media ook nu werkt, dat het niet verstandig is om in deze wond, zeg maar, te blijven wrijven. Hij is inmiddels ook dicht. Hè. Het is afgesloten. We hebben ook de afgelopen weken met RTV Noord gezeten en gewoon aangegeven dat alles open is zoals het is. Wat ik er nog over wil zeggen is dat wij gewoon uiteindelijk in zijn totaliteit dat niet handig en niet goed en ook vooral niet slim hebben gedaan. Los van dat ik wel de standpunten van beide kanten begrijp en ook nog wel dat nog steeds wel goed begrijp. Alleen wij hadden daar als club veel beter mee om moeten gaan en dat is uiteindelijk hoe ik het wil afsluiten. Hele politiek correcte antwoord. Ja, sorry, moet er af en toe ook eens bij zitten. Dat zal er ook inderdaad eens bij zitten. Maar goed, het zegt ook genoeg over je dat je daar wel lering uit trekt en zegt ook durft te erkennen wat je niet goed doet. Volgens mij heeft het niet veel zin om te vragen, als je het opnieuw zou mogen doen, zou je het dan anders doen? Of ja. Wat zou je anders doen? Nee, laten we hopen dat we, als we nog een keer in de situatie voorkomen, dat je dat dan ziet. Ik ben zeer benieuwd. Want zo'n statement, het laatste wat ik erover zeg, zo'n statement is een zwaar middel. Een heleboel mensen hadden daar heel veel kritiek op. Dat je dat als voetbalclub niet moet willen. Hoe zijn jullie nu met in zijn algemeenheid met pers? Is het moeilijk om met kritiek om te gaan? Want sommige mensen hebben dat. Of zeggen jullie, elke journalist kan zoals jij met mij praten op de manier waarop jij met me praat? Ja, dat denk ik wel. Ik denk uiteindelijk dat niet uiteindelijk de acties zijn voortgekomen uit kritiek, maar meer uit een ander gevoel. Alleen ik denk uiteindelijk dat je kritisch altijd moet kunnen zijn. En er is ook alle reden om kritisch te zijn, dus daar zit ook voor ons het probleem niet. Ik denk uiteindelijk wel dat je tegenwoordig als club veel beter moet kijken waar, wanneer en wie je te woord staat. Omdat sommige dingen je gewoon zelf niet goed kan reguleren. Het wordt steeds groter, de impact van social media wordt groter, maar ook de impact van de koppen sneller, headlines, die websites en zo, dat wordt ook allemaal groter. Mensen lezen stukken niet, maar lezen koppen en dat soort dingen. Dus ja, dat zijn allemaal wel dingen die veranderen. Maar het blijft heel belangrijk om wel je boodschap naar buiten te vertellen. En niet alleen via je eigen kanalen, maar ook uiteindelijk via partners die je volgen of via landelijke kanalen die jou uiteindelijk volgen. Dus daar zullen we gewoon goed mee om moeten gaan. Iets anders, want Mark-Jan Flederens, hoe goed is jouw relatie met hem? In wat voor zin bedoel je dat? Een collegiale relatie? Nee, wij zijn prima collega's inderdaad. Ja, want je zou, dat is ook al gezegd, is een ontslagen coach. Ja. Een grote inschattingsfout werd dat ook wel genoemd door hemzelf, dacht ik ook. Ja. Maar hij is ook verantwoordelijk voor in- en uitgaan van spelers. Ja. Is kwaliteit van deze ploeg, is dat nog mogelijk een reden dat jullie er niet goed voor staan? Ik denk dat er meerdere facetten uiteindelijk zijn. Hè. We hebben net al gehad over uiteindelijk dat het huwelijk tussen FC Groningen en Frank Wormoed, dat geen goede match is geweest. Dat heeft er zeker aan bijgedragen. Het feit dat er wat langer onrustig is met allerlei incidenten ook die buiten het voetbal omspelen, heeft er niet aan bijgedragen. Maar ik denk uiteindelijk dat we ook als we naar zijn totaliteit kijken in hoe de selectie is samengesteld, dat er meer dan voldoende kwaliteit is. Daar heb ik ook het vertrouwen in. Alleen we zijn ook geen team geweest. En om een team te zijn, dat is misschien ook wel nu mooi als je naar Marokko kijkt. Ja, hoef je niet allemaal goede voetballers te hebben, maar zullen er ook personen moeten zijn die leiding nemen. Zullen er personen moeten zijn die uiteindelijk zichzelf weg kunnen cijferen voor een team. En er zullen personen moeten zijn die een individuele actie hebben en die kwaliteit hebben om wedstrijden te beslissen. Nou, ik denk uiteindelijk dat we in die balans, in die totale balans, dat we daar nog wel een stap kunnen gaan maken. Maar dat hebben we volgens mij ook bij het ontslag van Wormoed gezegd. Daar moeten we ook stap in maken. En ik denk dat we dat afgelopen zomer al beter hadden kunnen doen. Maar daar krijgen we nu nog een mooie kans voor om dat in deze window beter te doen. En daar gaan we ook alles aan doen.
Dat is lastig, hè? Want het is niet het meest ideale moment om uiteindelijk te gaan shoppen. Maar elke supporter van FC Groningen die kan er 100% van uitgaan dat wij er alles aan gaan doen om ook uiteindelijk op dat vlak een versterking binnen te halen. Had Marc-Jan Verderens aan het begin van het jaar daar meer moeten doen of kon hij daar niet meer doen? Nou, als je met kon bedoelt budgetten, onze budgetten zijn gegroeid, dat hebben we ook netjes en open verteld. Dus er is gewoon echt een prima transferbudget voor FC Groningen. Ja, ons salarisbudget, dat is nog steeds middenmoot. Misschien iets meer bovenkap middenmoot, maar dat zit zeker niet in de buurt van Utrecht en AZ. Ik denk ook dat we een aantal versterkingen hebben gehaald die wel degelijk versterkingen zijn geweest. Maar ja, ik denk dat het grootste probleem uiteindelijk is geweest dat we geen team zijn geweest. En dat team, dat moet nu komen. En het team, hè, wat ik net zei, creëren door en duidelijkheid te krijgen vanuit een coach. Maar ook door de juiste karakters in een team neer te zetten en dat met z'n allen ook aan te gaan pakken. En dat zal de aankomende maanden echt moeten gaan gebeuren, ja. Je hebt al een aantal dingen over Frank Wormoed gezegd. Ja. Wat ik mij nog afvraag is, hij heeft ook aangegeven, nadien eigenlijk, via de media, dat hij zich psychisch onveilig voelde. Ja. Wat doet dat met jou als directeur, als je dat over jouw organisatie hoort? Ja, dat is meer een uitspraak. Daar zou je moeten vragen wat hij daarmee bedoelt, omdat ik dat mij niet zo goed kon voorstellen. Kijk, ik kan me op een gegeven moment wel voorstellen, omdat het niet echt botert, dat je je af en toe wat meer alleen voelt. Alleen dat is in mijn ogen iets anders dan psychisch onveilig. Alleen, ik heb dat statement ook niet echt geschreven, dus ja, die vraag zou je echt aan hem moeten stellen. Hoe is het met die, laat ik dat dan wel vragen, veiligheid, sociale veiligheid bij deze club, zeker in tijden als deze? Nou, dat is denk ik wel goed geregeld. Als jij wil weten hoe wij zeg maar, het als hele club hebben geregeld, is dat wij gewoon voldoen zeg maar, aan alle voorwaarden. Hè. Dus er is hier een vertrouwenscontactpersoon en dat soort zaken. Dus dat is allemaal gewoon goed geregeld. Maar er is hier ook wel een cultuur waarin heel veel dingen gewoon op een normale manier tegen elkaar gezegd gaan worden. Kijk, die voetbalcultuur bij het eerste elftal, dat is bij elke voetbalclub zo. Ja, daar staat veel druk op. Hè. Dat is een snelkookpan en die wordt best wel veel beïnvloed door winst en verlies. En de stemming, ja, die wordt ook best wel veel beïnvloed door winst en verlies. Dus op het moment dat je een eerste seizoen zelf draait zoals wij draaien en dat je de laatste wedstrijden eigenlijk bijna allemaal verliest of slechte resultaten haalt, ja, die heeft uiteindelijk wel invloed op de sfeer. Dus ja, je zal wel begrijpen dat het bij ons niet zo gezellig is geweest. Over die selectie gesproken, jullie hebben aangegeven, we gaan de touwtjes strakker aantrekken. Waarom is dat nodig? Omdat ik denk dat spelersgroepen en zeker spelersgroepen zoals die van ons uitzien baat hebben bij duidelijkheid. En duidelijkheid in de manier van spelen, maar ook duidelijkheid in door de week in de manier van werken en wat er van iemand verwacht wordt. En dat is heel simpel. Op het moment dat wij om 9 uur beginnen aan de dag, dan ben je er allemaal om 9 uur. En dan hebben we een ontbijt en dan gaan we de warming-up doen en dan uiteindelijk richting training toe werken. Ja, dan worden daar dingen verwacht en je start een dag met elkaar op, je sluit er met elkaar af. En je evalueert dat week in, week uit met spelers, met staf. En daar moet iedereen in mee volgens de normen en waarden die we met z'n allen hebben gesteld. Nou, daar heeft het, vinden wij, aan ontbroken. Dat is niet helemaal weg, maar dat konden we wel beter doen. En ik denk met name dat we dat vanaf de start, vanaf eigenlijk de tweede helft van het seizoen, prima hebben ingezet. Maar ook daar gaat het nu om gewoon volhouden. En uiteindelijk zal dat pas als positief worden ervaren als we resultaten op het veld gaan halen. Ja. Ik wil toch nog even naar de supporters. Want ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van een voetbalclub. Zeker. Wat zou je tegen die supporter willen zeggen? Want de jaarwisseling komt eraan, feestdagen, ja, tijd van bezinning misschien wel. Ja. Er zijn supporters, neem ik aan, die in zak en as zitten en denken, komt dat nog wel goed met mijn club? Ja. Wat kun je tegen hen zeggen? Nou, ik denk dat ik allereerst moet beginnen met een enorme dank uitspreken voor de steun die wij hebben gehad in 2022. Want uiteindelijk als je ziet wat er hier thuis op de Noordtribune gebeurt, maar ook zeker op alle andere tribunes, hoe vol het stadion bij een aantal wedstrijden heeft gezeten. Maar als je kijkt met hoeveel mensen wij nu uitwedstrijden bezoeken, ja, dan kunnen we in ieder geval allemaal zeggen dat de club enorm leeft. En we kunnen ook heel eerlijk zijn dat het niet is door de voetbalprestaties, maar met name door de mensen die de sfeer maken uit en thuis. Dus daar staat volgens mij een heel groot dankjewel tegenover. En aan de ene kant begrijp ik ook de zorgen richting het nieuwe jaar. Want ja, wij zitten hier middenin en wij zien veel meer wat er gebeurt. En uiteindelijk staan zij daar veel verder af en zij sluiten misschien nog wel af met het gevoel van Fortuna.
Alleen ik heb er wel vertrouwen in dat als wij de stappen waar we het net over hebben gehad, als we die gaan zetten, we gaan een team worden, wij kunnen het team versterken. We kunnen duidelijkheid creëren dat je hier een strijdend Groningen van minuut 1 tot en met 90 gaat zien, waar ook plezier en energie van afstraalt. En ik heb daar wel een goed gevoel bij. In ieder geval dat we daar alles aan gaan doen. En dan denk ik dat we ook goed genoeg zijn om uiteindelijk die resultaten te gaan halen. Dus ik hoop dat dat vertrouwen, wat er hier vind ik echt heel lang in zit, en die steun die wij eigenlijk onvoorwaardelijk krijgen, dat die er ook in 2023 is. Ik zei het al even, je stond tussen de supporters na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dat heeft indruk op je gemaakt, heb ik begrepen. Wat deed dat met je? Nou ja, in die zin indruk gemaakt is niet dat ik daar trillend op mijn voeten tussen stond. Alleen ja, het is een hele grote groep met mensen die ontevreden en boos zijn. Ja, daar ga je tussen staan. En de indruk die met name bij mij heeft achtergelaten is dat je dan pas ook kan zien hoeveel deze club voor heel veel mensen betekent. En de verantwoording die we met z'n allen dragen. En ja, dat zijn liefde dingen die je wil voorkomen. Ik zou heel graag nog een keer een hele grote groep met Groningen supporters willen staan. Alleen dan wel om wat te vieren. Dus laten we afspreken dat dat de doelstelling voor de aankomende jaren is dan. We gaan naar het laatste. Ja. Jullie staan op plek 15 nu. Ja. 6 punten dacht ik voorsprong op degene, de ploeg die op het laatste is op de ranglijst. Ja. Hoe groot is de kans, en dan het liefst in procenten, dat FC Groningen in de Eredivisie blijft? Ik vind die kans heel groot. Als je in procenten wil uitdrukken, dan zeg ik 95% tot 100%. Omdat ik daar alle vertrouwen in heb. Alleen wij hoeven nu niet te praten over waar staan we aan het einde van het seizoen. Dan gaan we de doelstelling die we vooraf nog hebben opgesteld halen. Dit teken staat uiteindelijk, of deze maand, de maand januari, december, januari, die staan uiteindelijk in het teken van wegkomen op de plek waar we nu staan. Want daar staan we niet voor niks. En op het moment dat we daar geen verbetering in krijgen, dan zullen we een heel zwaar seizoen krijgen. Alleen ik heb wel het vertrouwen in dat wij, zeker in de maand januari, maar ook de maanden daarna, in ieder geval voldoende punten gaan pakken om daar weg te komen. Alleen dat zullen we eerst moeten laten zien voordat het vertrouwen van de rest er ook is. We gaan hem noteren. Je gaf daar straks bij mij aan, er komen nieuwe hekken. Vertel, wat gaat er gebeuren? Maar niet deze hekken. Maar daar voor de Z-site, dus op de Noordtribune, bouwen we in overleg met de supporters een grote spandoekconstructie. Alleen die spandoekconstructie die bestaat uit een hele groot hek uiteindelijk. Waardoor je ook een beetje, we hebben een prachtige plek om de spandoeken zo meteen op te hangen. Die gaan we voor meer sfeer zorgen, maar waar ook het ouderwetse gevoel, een beetje het gevoel van het Oosterpark weer terugkomt. Waar je in de hekken kon klimmen en hangen. En we hebben heel lang moeten vechten voor de goede constructie, dat het helemaal stevig staat. Maar we zijn super blij dat uiteindelijk voor de eerste thuiswedstrijd tegen Spakenburg, niet tegen Feyenoord, maar tegen Spakenburg, hij helemaal klaar is. En dat geeft weer een extra stukje sfeer en vind ik ook kwaliteit en uitstraling aan die tribune. Ik wens je hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar alvast. Hetzelfde. Hartelijk dank voor dit interview. Graag gedaan.